mensen hebben je gemist in Nederland. Ja. Kennelijk. Ik was helemaal niet weg. Nee, maar, nou ja. Nee, ik was niet weg hoor. Echt niet. Het leek zo dat je weg was. Ja. Maar het was niet zo. Je was toch ook heel veel in Duitsland? Had je me wat vaker moeten uitnodigen. Jij mag komen wanneer je wilt, Karen. Zeker als je een nieuw album gaat maken. Want dat is ook nog iets. Wat, of je überhaupt een nieuw album gaat maken. Ja, dat is echt de vraag, hè? Ja, wil je dat eigenlijk? Nee. Nee, hè? Ja, tuurlijk wel. Ja, ben ik al heel lang mee bezig ook. Dat wel. Zijn we al heel lang mee. Maar even, waar ben je allemaal geweest? Want het mooie is, je album was, nou, 4, 5 jaar oud is het. Ja. Op basis daarvan ga je werk de hele wereld over. Waar ga je dan allemaal toe? Waar word je geboekt? Sinds 2009 bedoel je? Of 2000, nou, ik ben eigenlijk overal. Ja, ik ben overal. Heel veel geweest. Overal. Nou ja, niet overal, maar wel echt heel veel gereisd. Ja. Wat ik mooi vond is Zuid-Korea, om dat beeld te zien. En niet alleen dat het druk is, want oké, prima, want ze kennen je muziek. Maar ze kennen je muziek echt, ze zingen ook echt mee. Even een klein beetje Scaro in Zuid-Korea. Hier was ik echt heel verbaasd over, hoor. Ja, in welk opzicht? Ja. Nou ja, ik was nog nooit daar geweest. Ik was sowieso nog nooit in Azië geweest. En we werden daar geboekt. Ik wist wel dat ik wat succes had daar. Ja. Als in dat we gewoon in de charts hadden gestaan. Dat was toen alweer iets van een jaar geleden. Toen werden we geboekt voor dit festival, wat dus heel groot is. En het was ook een grote boeking. En we hebben toen besloten om ook 2 shows in Japan te doen. Was dezelfde kant op ongeveer. En toen kwam ik hier aan en toen waren die mensen zo hysterisch. Dat is gewoon heel gek, snap je? Ik bedoel, meestal begin ik in een land gewoon met een show in een club. En dan zijn er eerst 200 mensen of 400. Die zijn allemaal wel heel enthousiast. Maar hoeveel waren er hier? Ja, ik denk iets van... Ik heb gewoon een soort schatting gemaakt. Van in ieder geval voor mijn neus stonden er denk ik iets van 10.000 mensen. Maar daar om me heen waren nog veel meer mensen, hoor. Het was, ja... Ja, sinds Trump moet je voorzichtig zijn met schatting, hè? Anders zeg je, het waren er 1,5 miljoen. Ja. Ja, dus dat vind ik wel moeilijk te zeggen. Maar ik denk wel dat iets van 40.000 mensen het mee hebben gekregen dat ik daar was. Maar die muziekbusiness, waar we er gisteren ook wel even over gehad, die is totaal veranderd. Kijk, je hoeft in principe niet een nieuw album te maken. Want je wordt toch wel geboekt op basis van je muziek. Of werkt het niet zo? Nou, weet je, ik vind dat gewoon heel lastig. Want het verandert en mij wordt ook van alles verteld. En dan zit ik, Maar jij bent je eigen platenbaas, dus daarom bepaal jij het zelf. Maar dat maakt het soms ook wel lastig. Want waarom? Er wordt namelijk heel veel gezegd. En dan denk je, ja, maar dat wil ik eerst dus even zien. Er wordt best wel vaak gezegd van, nou ja, je kan niet toeren, want je moet eerst een nieuw album uitbrengen. Nou ja, we hebben nu, dit wordt dus nu de 4e tour volgens mij op dit album in Engeland. En dat wordt alleen maar groter. Dus dat is kennelijk niet zo'n heel groot probleem. Het is onzin eigenlijk. Je bepaalt je eigen koers gewoon. Ja, nou ja, je bepaalt je, ja ook, maar je publiek bepaalt het ook met jou, dus ja. En dan vond zo'n Glastonbury, ik zag Coldplay daar staan, jij stond er ook. Dat was ook, is toch ook heel eervol. Stond gewoon main stage, hè? Echt, ik hè? Ik moet het even hardop zeggen. Main stage Glastonbury. Ja. En dan ook nog, dat je bent echt net zo fanatiek als Lucille. Kijk, Carol. Hier stond Adele, Coldplay, wie niet? Ja, ik had dus wel, want ik stond dus dan wel om 11:45 op zondag, hoor. Maar ik had zoiets van, nou ja, ik zie wel, ik was natuurlijk super vereerd, maar ik nam het een beetje met korrels zout tot ik daar kwam. Stonden er super veel mensen, dus ik was een beetje van mijn padje af eigenlijk. Maar